Goedemorgen, middag of avond en welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal Koning Voetbal. Het is tijd voor de zesde Stadion Review en ik heb voor de eerste keer de taalgrens overgestoken. We zijn namelijk hier in het Stade du Pays in Charleroi. Ik ben aangekomen in Charleroi. We zijn ongeveer iets meer dan een uur voor de wedstrijd. Dus even een puntje over de bereikbaarheid. Ik moest over een heel druk rondpunt in het centrum van Charleroi, waar er zelf politie stond om het volk te regelen. Dus op dat vlak was het niet zo simpel om hier te geraken. Maar naar parking toe, ik vond geen informatie op de website. Maar ik sta nu op een parking letterlijk op 100 meter van het stadion. Plaats voor 670 auto's. Ik weet nu niet, is dat omdat ik vroeg ben dat ik plaats gevonden heb, of is er altijd zoveel plaats hier in Charleroi. Dus dat wordt eventjes afwachten, ook straks om weer weg te geraken uit het stadion. Als er opeens 700 auto's en op één moment weg moeten, dan weet ik niet of de bereikbaarheid in het terugkeren even goed wordt als in het doorgaan. Maar goed, blij dat ik hier ben. Tijd om eventjes rond te lopen in het stadion. Ongelooflijk veel zin in deze wedstrijd. En het nieuwe stadion ook, waar ik nog maar één keer geweest ben in het uitvak als ik met Brugge op verplaatsing kwam naar Charleroi. We gaan eerst en vooral op zoek naar een cateringstandje voor een lekkere pint en een hamburger. Voilà, we zijn binnen in het stadion. Ik heb een pintje gevonden, €2,50. Het was verplicht om ook zo'n kaart te kopen. Dus geen bankcontact of cash hier in Charleroi. Het is al goed begonnen, want ik heb mijn pint op de grond laten vallen. En er schiet maar een heel klein beetje meer over. Recht op mijn nieuwe microfoon die ik gekocht heb voor vandaag. Hopelijk wordt het voor de rest van de avond iets beter. €2,50, jupilair. Wel lekker, altijd lekker. Moet eerlijk zijn, de eerste beelden die ik zie van het stadion zijn niet echt, ja, hoe zeg je dat? Nee, ik ben niet echt onder de indruk. Dit is bijvoorbeeld ook het beeld, de achterkant van waar ik film. We zitten midden wel in het centrum van Charleroi, dus dat is wel heel leuk, maar het stadion op zich ziet er ook wel echt oud en versleten uit. Enkele weetjes erover, is gebruikt in Euro 2000 als een van de stadia toen Nederland en België het EK organiseerden. Is toen uitgebreid naar 30.000 mensen, dan naar 25.000 en nu naar 15.000. Het stadion is verkleinerd en verkleinerd en er komt ook in 2025 een nieuw stadion aan voor Charleroi. De Zebra Arena zal die heten, dus het is ook wel logisch dat dit stadion wat vervallen is, dat ze daar niet meer in investeren, want er komt een nieuwe voetbaltempo aan. Maar goed, een hamburger ben ik nog niet tegengekomen. Die komt er hopelijk straks aan. Maar ik ga nu eerst een plaatje gaan zoeken in de tribune om te zien welk zegt ik heb gekozen. Tot snel! We hebben er eentje gevonden in hamburger en heel leuk hier in Charleroi, net zoals in Gent, kan je hier zelf je sausjes kiezen. Dus schaamteloos zoveel mogelijk saus op je hamburger doen, het kan in Charleroi. Eventjes proeven, hamburger van Pools, nog nooit eerder van gehoord. Ziet er wel heel lekker uit, moet ik eerlijk zijn. Is hij dat ook? Ik weet niet of dat komt door de sausjes, maar ik denk dat dit de beste hamburger is die ik al gegeten heb in alle stadion reviews. Krokant broodje, vleesje goed gekruid, sausjes in overdaad natuurlijk, spreekt voor zich, echt lekker. Charleroi, alle punten voor de hamburger. Alright, toegekomen op mijn fantastische plaats. Even situeren, jullie kennen het. Voor mij is de hoofdtribune. Rechts is de spionkop van de supporters van Charleroi. En links hebben we het uitvak waar de supporters van Union straks terechtkomen. Even een klein weetje. Ik ben al mee geweest in het vak van Charleroi. Het is een van de beste uitvakken. Misschien wel het beste uitvak dat ik ooit al gedaan heb.
achter de goal, volledige tribune voor de uitsupporters. Bovenaan is eigenlijk één grote bar waar je snel pintjes kan bestellen. Dus voor de mensen die vaak een away day doen, Charleroi zeker de moeite waard. Maar goed, nu even over mijn plaatsen. 20 euro was mijn ticket, jullie zien het, ik zit bijna recht op de middenlijn. En een leuk vak, denk ik, al heel, heel goed gevuld eigenlijk. We zijn nog meer dan een half uur voor de wedstrijd. Ik wil niet in de Spionkop tickets kopen, dus dat is natuurlijk iets minder voor Charleroi. Maar ik vind 20 euro voor deze plaatsen absoluut wel de moeite waard. Heel veel zin opnieuw in Union na de vorige Stadion Review. Tegen Cercle, nu in Charleroi. Zin in deze match. Ik zit hier naast Fabien. Fabien, qu'est-ce que vous pensez du match d'aujourd'hui? Ah, deux. Un, deux. Pour Union. Oké, okay, ça va, merci. We zijn er klaar voor. Charleroi tegen Union, nummer 2 tegen nummer 12 in de stand. Fabien zei het al, hij voorspelt 1-2 voor Union, maar dat dachten wij Cercle ook en toen werd het 2-2. Charleroi met een mooie tifo, dus dat zijn altijd pluspunten. Leuke sfeer hier in Charleroi, beter dan ik verwacht had. Vervangen was. Jammer genoeg, Gustav Nilsson. Enkele goede kansen voor Union, enkele goede voor Charleroi. Want het is toch 0-1. En dat is toch wel een domper op de feestvreugde hier in Charleroi. Spijtig. Kunnen ze terugkomen? We zullen het zien. Verdiende voorsprong als je het mij vraagt. Betere kansen, scherper, ook tijdens de match. Ze verdienen zeker om voor te staan. De sfeer hier in Charleroi is iets geminderd. Terwijl misschien hoor je het in de rust van entertainment voorzien is. Ik ga niet naar binnen gaan deze keer, want het is stervenscoud. Dus misschien eventjes een moment, als je het leuk vindt, dat ik zelf een uur en half rij heen, een uur en half terug, voor een wedstrijd, op een winteravond. Laat even een blauw duimpje omhoog achter, dat wordt heel hard geapprecieerd. Dankjewel.
Charleroi duidelijk heel veel beter uit de kleedkamer gekomen. Twee grote kansen. Krijgen we nog een ommekeer? Het zou zot zijn, maar het kan wel. Heeft het evenwicht hersteld en is het de eeuwige knie van Charleroi. Het ziet er eerlijk gezegd niet meteen uit dat we nog een grote kentering krijgen, maar hopelijk zien we toch nog een doelpuntje vandaag, vanavond hier in Charleroi. Duimen. Dus Union sluit weer aan met 3 punten bij Genk. Kan toch wel tevreden terugkijken en op de uitstap naar Charleroi. In het algemeen een leuke sfeer, een goede match, toffe beleving. Ziezo. Een korte wandeling weer in mijn auto. Het is toch weer een leuke avond geweest. Leuke voetbalavond. Eigenlijk over de taalgrens gaan naar Wallonië. Het voelt toch altijd een klein beetje als op reis gaan. De supporters van Union tegen Charleroi waren nog bezig. Daarin voelde je toch wel de rivaliteit tussen Brussel en Charleroi. Die twee grote steden. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Het leefde wel vandaag. 2 tyfels gezien. Dus zeker kudos voor de sfeer voor Charleroi. Er is hier al een serieuze rij zich aan het vormen om de parking uit te rijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe vlot het zou gaan. Hoeveel dat de parking mee zou kosten, want dat weet ik ook nog niet. Recht tegenover de hoofdtribune. Heel zo dicht bij het stadion. Ik hoop dat ik er met een mooi budgetje vanaf kom. Maar ik vrees er eerlijk gezegd een klein beetje voor. We gaan het zien, je komt het te weten. De punten zijn weer voor morgen. Ik hoop dat ik tegen middernacht ongeveer thuis ben. Het zal zelf al iets later zijn, denk ik. Dus we gaan het zien. Sowieso al bedankt om tot nu te kijken. En blijf nog eventjes hangen. Want dan kom je ook te weten hoeveel punten het Stade du Pays in Charleroi krijgt. Tijd dus voor de punten voor Charleroi, voor het Stade du Pays. En eerst en vooral over de parking. Wel, in een kwartiertje ben ik buiten geraakt. Dat was voor mij vrij succesvol. En dan de prijs. Ik heb niets moeten betalen. De machines werkten niet. Dus daardoor hebben ze iedereen, ik denk misschien ook om het snel te laten gaan, iedereen in 1 keer laten buiten rijden. Dus het ging daarom ook vlot. En het heeft mij geen geld gekost. Ik heb misschien geluk gehad. Ik was ook vroeg voor de match. Maar voor mij de bereikbaarheid in Charleroi was echt wel top. Vandaar dat ik hen 17 op 20 geef voor de bereikbaarheid. Het meeste van alle stadion reviews waar ik al geweest ben. Nogmaals, het kan zijn dat het toeval is. Ja, ik moet enkel punten geven die voor mij relevant waren. Ik was ook heel vlot weg uit het centrum. Dus voor de bereikbaarheid 17 op 20 voor Charleroi. Dan de ticketing. Ik had het al gezegd, €20 voor een kaartje. Vrij goed zicht. Enkel jammer van die paal net voor het beeld. Maar kon ik jammer genoeg niet veel aan doen. Ik kon niet in de spionkop kiezen. En het was hetzelfde systeem zoals alle clubs gebruiken. Dus daar in de 16 op 20 voor de ticketing. Niet super, maar ook zeker niet slecht. Ging al bij al vrij vlot bij Charleroi. Dus dat is ook zeker alvast een positief punt. Dan de looks. En daar volgen we een klein beetje de
lijn die bij het Jan Breydel stadion is ingezet. Namelijk een 7 op 20 voor de looks. Iets beter dan Jan Breydel, maar je merkt duidelijk dat de Stade du Pays toe is aan vernieuwing. Is een aantal keer verbouwd geweest, heb ik vermeld in de video. En dat zie je toch ook wel. Het stadion is echt wel versleten, is toe aan iets nieuws. En het is tijd voor de Zebra Arena in 2025. Catering dan, het vierde puntje. Daar, ja, ik heb het al gezegd in de video. De lekkerste hamburger die ik al gegeten heb in alle stadion reviews. Het feit dat je zelf je saus kan nemen is voor mij toch echt wel ook een meerwaarde. Ook, en dat heb ik minder vermeld, ik had gezegd in de video dat ik niet meer naar binnen was geweest in de rust. Ik heb dat toch gedaan, omdat ik toch nog met een dorstje zat. En ik heb er eigenlijk wel vrij snel nog iets kunnen drinken. Dus ik was op tijd opnieuw op mijn plaats voor het begin van de tweede helft. Dus dat is altijd, vind ik, een meerwaarde. Dat toont aan dat het systeem werkt. Jammer dat je zo'n kaart moet kopen in Charleroi, maar misschien zorgt dat er ook net wel voor dat je snel iets kan drinken. Dat er geen gedoe is met cash of met bankcontact. Dus ja, op dat vlak vond ik de catering absoluut, absoluut top in Charleroi. 17 op 20, het beste cijfer dat ik hier al gegeven heb. Net zoals bij de bereikbaarheid, ook bij catering 17, het meeste van al de stadion reviews. Dus er komt een mooie score aan voor Charleroi. Dan heb je nog de sfeer, daar geef ik een 15 op 20. Dat is de tweede plaats voor het Stade du Pays. Twee tifo's gezien en dat is sowieso al een positief punt. Het was zelf niet tegen Standaard, die toch wel de grootste vijand is. Wel tegen Union, de mensen uit Brussel, die toch ook wel gezien worden als een rivaal, ik zal het zo noemen. Niet de aartsrivaal, maar wel een rivaal. En er was ook voor de match echt wel best veel sfeer. Mensen zaten vroeg in de tribune. En dat vind ik absoluut altijd heel belangrijk. Om ook die spelers het gevoel te geven van oké, het is een belangrijke match. Dus op dat vlak doet Charleroi het ook zeker alvast goed. Na de 0-1 was de sfeer echt wel veel minder. Ook vooral in mijn tribune. Spionkop viel al bij al nog goed mee. Dus daar ook 15 op 20. Eigenlijk ook een heel mooie score voor de sfeer in Charleroi. Ik had er mijn vragen bij. Ik dacht, misschien komen we terecht in zo'n na-competitiesfeertje. Maar het was echt wel leuk om naar Charleroi, naar het voetbal te gaan. Zij komen dus op een totaal van 72 punten op 100. En daarmee delen ze de derde plaats met KV Kortrijk. Dus wie hebben we voorlopig? Top 6. KVM op 1 met 79 punten. Dan hebben we Gent. 74 punten. Dan hebben we gedeeld KV Kortrijk en Charleroi. Dan hebben we Cirkel en dan op de laatste plaats KV Oostende, de Diaz Arena. Het eerstbezochte stadion is de laatste in de lijst. Goed, ik ga het hierbij laten voor deze video. Vond je deze video opnieuw leuk? Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal, moest je dat nog niet gedaan hebben. Nogmaals, we gaan verder en verder voor de stadion reviews. We moeten creatief beginnen zijn. De volgende die op de planning staat is ook een Waalse club. Dat kan ik al even zeggen. Wanneer die online komt, dat is nog even te zien. Hopelijk zit jij dan al weer klaar voor een nieuwe video, voor een nieuwe stadion review nummer 7 al. We gaan ervoor. Hopelijk tot snel. Bye bye. Ciao.